Op dit moment ben ik bezig met een tijgerfiguur, opgezet op met aquarellenpapier. En in Photoshop kan ik dan kan ik heel goed erin werken. Allemaal heel snel en poetsen en vegen en herstellen. En het is gewoon heel fijn werken. Kleur is een heel belangrijk vorm. Het moet prikkelen, het moet fonkelen. Het moet, ja, en ik, in de felle kleuren komt dat gewoon heel goed naar voren. Ja, de mooiste boeken worden toch nog altijd gemaakt met het analoge schilder als ondergrond. En de computer is eigenlijk nog altijd eigenlijk maar een hulpmiddel hierin. Omdat in het schilderen, ja, daar zit de persoonlijke toets en de penseelstreek en die is niet te vervangen door een computer. Ja, ik vind dit wel een heel erg mooi boek, omdat er staan ook hele mooie en grote tekeningen in van mijn vader. En ja, het is Japans. En ben je trots op je vader? Ja, heel erg. Ja, heel erg? Ja. Nou, het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar raar maar waar. Dus ik specialiseer me op dit moment in het maken van ontzettende gekke dierfiguren. Mislukte dieren. In het wereldje van de kinderboeken ben ik inderdaad gewoon bekend. Maar als je nu zegt van hier in Valkenburg, daar loopt dus die wereldberoemde illustrator met vertalingen in allerlei talen, in China en Amerika. En dat volgens mij helemaal niet. Gedij het beste door gewoon hier een beetje als een monnik, als een kluizenaar achter mijn tafeltje te zitten en te werken. En dat is gewoon het allerbeste van mij.